Oké. Ja, jullie zien nu aan mijn linkerkant. Ik zie Eva, ik zie Corrie. Daar is veel succes en veel plezier, hoop ik natuurlijk ook. En als jullie straks klaar zijn, dan kom ik weer terug in verband met de vragen. Dag, veel plezier. Oké. Ga jij beginnen, Eva? Hallo, wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Eerst zal ik mezelf even voorstellen, en daarna zal ik ook de andere mevrouw even voorstellen. Mijn naam is Eva en mijn achternaam is Westerhof. En dit is mijn naamgebaar. Ik heb bij doofschapsrecht, ik was voorzitter van 2013 tot 2016. En toen hebben wij ook ons bezig gehouden met de wet erkenning van de Nederlands gebarentaal. Dus vandaar dat ik hier vanavond ook ben. Corrie, goedenavond. Welkom allemaal. Leuk dat jullie allemaal kijken. Dat jullie het leuk vinden om hierover te horen. Mijn naam is Corrie Thijsseling. Dit is mijn naamgebaar. Ik ben ook bestuurslid geweest van Doofschap van 2014 tot 2016. En daarna ben ik een jaar voorzitter geweest van 2016 tot 2017. En ik ben nu nog steeds wel werkzaam op verschillende onderwerpen, verschillende domeinen, waaronder dus het thema erkenning van de Nederlands gebarentaal. Vanavond hebben we dus deze webinar. Ja, we hebben nog geen gebaar daarvoor, geloof ik, hè, voor het woord webinar. En dat gaat dus over de erkenning van de Nederlands gebarentaal. We gaan dat dus 5 keer doen. Dennis spreekt even in. Webinar is het gebaar. Webinar, oké. Dankjewel. Webinar dus. Over de erkenning van de Nederlands gebarentaal. Het gaat dus over NGT. De wet is nu in behandeling. En dat gaat erom dat die geaccepteerd wordt voor iedereen. En dat NGT geaccepteerd wordt nou ja, in Nederland. En dat kan dan van toepassing zijn op iedereen. Hè? Doof, horend, slechthorend. Dat maakt niet uit. Het kan zijn dat je slechthorend bent geboren of horend bent geboren. Later doof wordt en dat je dan gebarentaal gaat gebruiken. Of je hebt ouders die doof zijn en kinderen die horend zijn. Dus die leren gebarentaal van hun ouders. Dat zijn ook gebarentaalgebruikers. Ouders van doof kinderen. Ouders die een doof kind krijgen, leren ook gebaren bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal gebarentaalgebruikers. Gebarentaligen.